Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Ik heb vandaag een hele leuke gast in de studio. Ze heet Shacy en ze past helemaal bij ons decor. Het is heel erg leuk om inderdaad die jonge mensen te gast te krijgen in Q-Time. Welkom erbij. What means a little Q-Time? Ik ga niet vertellen hoe jong je bent, maar je bent echt heel erg jong. En wat het mooie ervan is, is dat je eigenlijk in een hele korte tijd, namelijk ongeveer al 4 jaar, je eigen onderneming hebt opgezet. En eigenlijk nu al, zeg maar, grote stappen vooruit aan het maken bent door je eigen inzet. Je bent namelijk massagetherapeut. Ja. Oké, vertel me, hoe komt een jong mens die gewoon in deze tijd... Want ik bedoel, ik heb kinderen die even oud zijn als jij. Het is een andere generatie. Klopt. Op het idee om massagetherapeut te worden. Want het lijkt me toch wel iets dat meer is voor, zeg maar, mensen die wat volwassener zijn. Klopt. Wat ervaring hebben en iets anders zoeken en willen in het leven. Maar niet bij jou. Jawel. Nee, something happened. No. het begon gewoon. Kijk, het moet eerst zitten. Je moet van iets houden om te beginnen eraan. En ik ben ook gewoon begonnen eraan, omdat ik, het is gewoon iets waarvan ik hou. Ja, 4 jaar geleden was het coronatijd. Ja. Oké, dus wat gebeurt er dan? Want je bent massagetherapeut, of alhoewel, je bent met iets bezig dat je interesseert. Dat klopt. En je voelt aan van, hé, dit is wat wel bij me past. Ja. En wat gebeurt er dan? Want het is corona, niemand kan bij je komen. Je oefent op je moeder en je vader, denk ik. Je zusje en je buurvrouw. Was het wel gewoon, ik had alles gestopt even. Ja. Uh-huh. En dat deed ik gewoon niet meer. Dus massage was dan even onhoop. Ja. Maar ik was wel bezig met een enkele andere dingetjes gewoon. Ja. That's it, man. Oké. Okay. Ja. Maar goed, massagetherapie. Wat houdt dat precies in? Is het echt alleen maar masseren of is het... want het woord therapie is voor mij suggestief dat er meer bij zit dan alleen maar masseren. Als je gemasseerd wordt bij mij, heb je dan dat je, zeg maar, van kop tot teen gemasseerd wordt. Ja. Ook gewoon je hoofd en alles. Mm-hmm. Dus je komt, zeg maar, ook innerlijk tot rust bij mij. Ja. Oké. Okay. Mm-hmm. En je komt tot rust, dus dat wil zeggen dat het... op die manier therapeutisch is, omdat je eigenlijk met je senses bezig bent. Yes. Ja, toch alles van jouw lichaam. Je bent stil, maar je wordt wel aangeraakt. Dat wil zeggen, je wordt geprikkeld op een bepaalde manier. Aanraking. Ja. Dan in rust komt er toch een bepaalde energie en een bepaalde stilte in je hoofd ook vrij. Geef je daar invulling aan op een bepaalde manier? Wat bedoelt u precies? Is het therapie ook in de sens dat je ook met mensen praat? Of dat er ook bijvoorbeeld andere vormen van met je senses bezig zijn aan de orde zijn? Oh nee, het is gewoon masseren. Mm-hmm. En het is gewoon dat degene, zeg maar, helemaal tot rust komt. Dat alleen. Gewoon verder niet anders bijvoegen of zo. Oké. Okay. Maar is het relax massage? Ja, alleen relax massage. Yes. Okay, dus eigenlijk gewoon helemaal tot rust komen. Want je hebt inderdaad niet vaak tegengekomen dat je van kop tot teen wordt gemasseerd. Ja, dat is wel zo. Je hebt ook mensen die helemaal oververmoeid naar me toe komen. Dus ik heb het speciaal ook in die richting van die mensen gedaan. Zeg maar. Ja. Mm-hmm. Oké. Okay. En je bent dus 4 jaar geleden begonnen met deze onderneming. En je hopte toen van huis naar huis. Ja, toen, omdat ik nog geen plekje had, zeg maar, om dan die mensen naar me toe te laten komen. Zeg maar. Maar hoe bouw je zo'n klantenkring op? Want het is toch best persoonlijk. Ik ga niet naar iedereen om me te laten masseren. Dat is zo. Dat is wel een beetje... Er is een Facebookpage. Ja. En ik plaats enkele reviews op die Facebookpage. Okay. En enkele updates. Aan die reviews en aan die video's van de ruimte, zeg maar, kan je zien... Hoe de ruimte eigenlijk is en hoe de mensen het vonden, al die dingen. Ja, man. Oké, en dat spreekt dus andere mensen aan. Ja, want wanneer ze naar me toe komen, zeggen ze ook van... Ja, ik zag reviews en dat heeft me aangesproken, dus al die dingen. Oké, maar hoe krijg jij je klanten meer door mond-op-mond reclame? Of is het inderdaad de Facebookpage die je eigenlijk ook de Facebookpage. Ja. Ja. Oké. Wat heeft jou laten afstappen van huis aan huis bij mensen gaan... naar een eigen ruimte? Het is eigenlijk een risico. Mm-hmm. Daarom ook. Maar ik heb dat gedaan omdat mijn klantenkring eigenlijk aan het uitbreiden was. Mm-hmm. Yes.
is. Oké, okay. Door die Facebook-page en door je mond-op-mond reclame. Die Facebook-page is eigenlijk niet die periode geopend. Het is al begonnen, we zijn begonnen met die Facebook-page ook tijdens de opening van een ruimte, zeg maar. Mm-hmm. Een kleine ruimte. Okay. En hoe lang is je ruimte nu al open? Ook gewoon 2,5 jaar zo. 2,5 jaar. Oké, okay, dus eigenlijk na corona. Ja. Een beetje al ongeveer een beetje na corona. Maar jij begint nu al de volgende stappen te zetten. Yes. Richting. Waar wil je naartoe groeien? Ik wil het veel groter doen, mijn eigen plek. Ja. Maar we nemen het rustig aan, want we gaan niet vechten met dat wat we eigenlijk willen doen. Ja. Kleine stapjes, want als we grote stappen maken, dan struikelen we over onze eigen benen. Oké, maar het is, doe je dit elke dag? Het is echt like een fulltime job voor ja, jou? Het is gewoon elke dag volgens afspraak. Ja, oké. Okay. En hoe lang duurt zo'n massage? Hangt er vanaf wat voor behandeling je uitkiest. Ja. Wat zijn je opties? Je hebt full body massage, je hebt rug en schouder, je hebt de benenmassage en gewoon schoudermassage. Ja. Je full body is gewoon een uurtje, 60 minuten. Ja, oké. Okay. En je doet dit de hele dag? Nee, van 8 tot 6. Van 8 tot 6 de hele dag? En nog een beetje. Het is lang. 8 uur morgens tot 6 uur in de ochtend. Ja, oké, okay, maar je bent jong. Je kan nog inderdaad zeg maar. Het opbrengen. En je bent alleen, want je praat wel over wo. Dus wie is wo? Nee, dus ik zeg het zo, omdat ik het gewoon mooi vind om het zo te zeggen. Maar ik doe het gewoon alleen. Je doet het alleen? Yes. Oké, okay. Dus mensen komen nu naar je toe, gaat op afspraak. Je wil naar je eigen plek. Yes. En ook uitbreiden. Jawel. Binnen hoeveel tijd denk je dat je dat voor elkaar kan krijgen? Een jaar tot 2. Ja? Ambitieus. Very nice. En waar zou je naartoe willen uitbreiden? Een beetje waar zeg maar die groep makkelijk naartoe kan komen. Ja. Maakt niet zoveel uit eigenlijk. Ja. Maar ik moet wel ervoor zorgen dat ze makkelijk naar me toe kunnen komen. Ja, nee, maar ik heb het ook over diensten. Wat voor diensten zou je allemaal nog meer willen aanbieden? Ik denk focus op gezicht daarna. Ja? Ja. Oké. Okay. Ben je ook bezig om je, zeg maar, te specialiseren door middel van cursussen of trainingen? Of kijken wat er internationaal over gezicht en zo? Is? Nee, over de massage. Ja? Ik kan, kan erbij komen. Ja? Ja. Oké. Okay. Dus dat is nu nog niet aan de orde? Nog niet. Nee, maar je hebt je handen nu al vol. Dat heb ik al heel duidelijk begrepen. Ja, ja oké. Okay. Komen er ook jonge mensen naar je toe? Mensen van jonge jouw leeftijd? Ja, groot en klein. Ja, ja zeker. Okay. Ook kinderen. Oké, okay. Maar is kinderen niet een, hebben kinderen niet een speciale aanpak? Ook, ja, sowieso. Ze zijn veel jonger en ik krijg meer die, zeg maar, die jongetjes die voetbal spelen, zeg maar. Echt waar? Ja. Oké. Okay. Is daar een speciale massage voor? Zelfde handelingen, alleen iets rustiger. Ze zijn kleiner. Oké, omdat het kinderen zijn. Ja, kinderen maar ik neem aan dat als ze voetballen, dat ze toch wel andere spiergroepen aanspreken. Dat je rekening mee moet houden met het feit dat ze rondstuiteren de hele dag. Voetbal. ik begrijp het wel. Dus, dus daarom. Oké, dus je masseert ook kinderen. Ja, ook oké. Kinderen. Maar het gaat voornamelijk om relax massage. Sowieso. Bij jou. En full body. Nek en schouders, benen. Rug en schouders. Rug en schouders. Benen en gewoon schoudermassage. Gewoon schoudermassage. Ja. Oké, okay, hoe lang duren de andere behandelingen? Je hebt van 60 minuten, 45 en 30. Oké. Okay. Ja. Ja, wauw. Maandag tot en met vrijdag, van 8 uur morgens tot 6 uur middags. Geweldig, very nice. Maandag tot en met vrijdag, we nemen ook weekend mee. Ook weekend mee? Ja. Oké. Okay. Jezus. Mijn vrije dagen plan ik zelf in. Maar ik werk gewoon normaal. Dat is natuurlijk wel een voordeel als je alleen werkt. Ja, ik vind het heel mooi dat je zo jong en heel gedreven bent. En heel ambitieus. Ik denk dat jonge mensen daar een voorbeeld aan kunnen nemen. En dat je eigenlijk zegt, van, hey, jij bent het eigenlijk helemaal zelf aan het doen. En je bent nu al hele mooie stappen aan het zetten in jouw eigen massagesalon. Wil je ook nog aan de mensen vertellen waar ze je kunnen bereiken? Omgeving Flora A ben ik gevestigd. Ja? Mijn huidige adres wordt verstuurd volgens afspraak. Ja? Ik heb wel een telefoonnummer. Die is ook op die page. Dus je kan rechtstreeks via de app met mij praten. Ja, het is 8458761. Oké, okay. En dan mogen ze bellen en een afspraak maken. Je mag gewoon een berichtje sturen via WhatsApp. Berichtje. En dan, natuurlijk, want je bent bezig te masseren. Ja, je zeker. Te appen. Nee, anderen worden anders gebruikt. Ik begrijp het. Geen assistent, kom nog. Nee. Ja. Oké, okay.
Jaycee, ik zou zeggen, heel erg veel succes met je salon. Ga je dromen achterna, maar volgens mij hoef ik je dat niet te zeggen. Klopt. Je bent helemaal zelf overtuigd dat je dat wel kan. Dus ga ervoor. Misschien spreken we elkaar over een jaar of twee, bij de opening van je... Grand opening complete grand opening van je eigen salon nog wel. Ja. Heel erg mooi. Keep it up. Thank you. Thank you en succes. Absoluut. Dat was een leuk gesprek met Jaycee. Een heel goed motivatievoorbeeld voor jonge mensen die handen uit de mouw kunnen steken. Zeer ambitieus zijn. En eigenlijk het voorbeeld dat je door hard werken absoluut ook gewoon je eigen lot mag bepalen. Dank u wel voor het kijken naar deze aflevering van Q-Time. En tot de volgende keer. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.